Welkom allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle warme berichten, de vele nieuwe abonnees, donaties, vele verzoeken voor coaching, begeleiding, reiki, healingen, maar natuurlijk ook voor de vele mensen die hun massale steun hebben geuit richting mijn tweede Engelstalige kanaal, Philomena's Tarot. Dank je wel daarvoor. Ben jullie enorm dankbaar? Ben je er nog niet geweest? Ik heb hieronder een linkje geplaatst. Ga gerust even kijken. En het liefst ook abonneren, want dan kan mijn kanaal groeien. Bovendien worden jullie dan, als je op het belletje klikt, op de hoogte gehouden van wanneer er weer gratis nieuwe readingen komen. En hoe groter ik ben, hoe meer abonnees ik heb, hoe meer readingen ik daar mag gaan plaatsen. Wat voor channel de bericht mag ik doorkrijgen? Ik zie iemand fotograferen. En ik zie heel veel die flits gebruikt worden. Flitsen, flitsen en fotograferen. Een fotograaf. Voor het meeste zie ik dat je te maken hebt met een fotograaf of binnenkort een fotograaf gaat ontmoeten. Kan zijn dat er iemand een fotograaf is in een warm land. Misschien ga je die persoon op vakantie ontmoeten. Of ga jij naar een warm land en kan jij daar aan de slag als fotograaf? We gaan erop inkijken. Wat mogen wij weten over deze channeling? Fotograaf in het buitenland. Flits, flits. Schildknaap van munten. De dwaaskaart. De duivelkaart. En de schildknaap van bekers. Even voelen hoor. Kan zijn dat je te maken hebt met een ram, met een steenbok of met een maagd. Dat is wat ik meteen doorkrijg als ik die kaarten zo voel. Schildknaap van munten, een nieuw begin maken. Een nieuw begin, maar ook tegelijkertijd iets wat je stabiliteit brengt. Iets wat je graag doet, of je ontmoet iemand die iets doet wat hij of zij graag doet, iemand die graag foto's maakt. Misschien maak jij ook wel graag foto's en zit je op één lijn. Wat het dan ook is, het gaat je motiveren om een stap in diepte te zetten. Iets wat een helende werking voor je heeft, iets wat je zelfvertrouwen geeft, kan een helende werking op de sacrale chakra zijn. Maar ook op de kruinchakra. Ik zie geel en paars. Groen ook trouwens, hartchakra. Ik heb het gevoel... Kan zijn dat je misschien bang bent om die stap te zetten. Of dat je excuses zoekt. Allerlei zaken die jou hier houden, die belangrijk zijn. Dingen die je niet los kunt laten, maar die je wel degelijk los kunt laten. Dan speurt het ego wat tegen je spreekt. Met de schildknaap van bekers heb ik het gevoel... dat je uiteindelijk toch doet wat je hart je ingeeft. Dat je toch je passie volgt. En dat je ervoor gaat. Dus het kan zijn dat je dus
een liefde ontmoet op vakantie, dat je daarvoor kiest. Of dat je een fotograaf in het buitenland ontmoet, dat je zelf ook die liefde voor fotografie hebt en dat je een aanbod krijgt en dat je daardoor jouw passie gaat volgen. Ondanks de nodige verplichtingen in het land van herkomst. Want het is jouw toekomst, het is jouw vooruitgang. Oké. Wat mogen wij weten nog meer over dat nieuwe begin? De schildknaap van Munten. Het kan zijn dat dat iemand is die tegen je opkijkt, iemand die onder de indruk is van jouw foto's, of jij kijkt tegen deze persoon op. Het kan ook zijn dat er een leeftijdsverschil is tussen jou en die fotograaf. Ik heb het gevoel dat je in je huidige baan of in je huidige situatie uitgekeken bent, dat hier geen groei is. En ik heb het gevoel dat je moet opletten. Je moet opletten, want het universum biedt jou hier een nieuwe mogelijkheid aan. Ze geven jou daar al verschillende signalen voor. En pak die mogelijkheid op voor deze nieuwe begin, om jou uit die sleur te halen, zodat je je koffers kunt pakken en een nieuw bestaan ergens anders op kunt gaan bouwen. Dat kan dus zijn ook in een andere functie als fotograaf. Misschien ben je altijd wel een hobbyfotograaf geweest, of ga je op vakantie letterlijk en ga je daar die ander ontmoeten. Dan mag ik weten over de dwaas. Ja, als jij ervoor gaat, dan kan je heel veel lasten loslaten. Het kan ook zijn dat het een last is omdat je hier uitgekeken bent. Je voelt je niet meer happy in een bepaald land of in een situatie of met je huidige werk. Wat nog meer. En die vooruitgang waar ik het over had. Altijd fijn als mijn gidsenteam mij kan ondersteunen en bevestigt wat ik zeg. Vooruit, kans vooruit om verder te groeien. Dan mogen we weten over de duivel. Ondanks angst voor wat je en onzekerheid van wat je achterlaat, heb ik het gevoel dat dit een begin is die heel vruchtbaar voor je zal zijn. Mogen wij nog meer weten? En je zal ook heel succesvol zijn. Dus wees niet bang, dit is meant to be. Mogen wij weten over die schildknaap van bekers? Je volgt je passie en je groeit verder als keizerin. Nou, hier ook de wereldkaart, dus het zou met een emigratie te maken kunnen hebben. Een kindje, niet letterlijk, maar figuurlijk, denk ik. Dus je passie volgen. En ik zie heel veel visjes hier, dus wederom bevestiging van dat je succesvol gaat zijn. Misschien is het iets wat je weer oppakt. Iets uit het verleden wat je gestart bent, maar dat je nu weer terug oppakt. Dus volg je passie, je intuïtie. En ga ervoor. Die fotograaf, is dat iemand die je daar ontmoet? Dat ben je zelf. Je gaat zelf voor je inkomsten, voor je stabiliteit zorgen. Kan ook zijn dat je nu nog met een opleiding bezig bent of dat je een verborgen talent hebt. Dat je nu nog niet weet dat je heel erg goed in fotograferen bent. En wat mogen we weten nog meer als allerlaatste bericht op deze reading? Ja, je laat iets achter. Iets achter wat jou geen energie meer geeft, wat jou geen vooruitgang geeft, wat jou geen voldoening meer geeft. En dat is juist goed. En we zagen dat ook al met die vier van bekers, dat je
En je gaat richting succes en een nieuw begin en een nieuwe uitdaging. Dus dat ziet er goed uit. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, mag je liken, delen. En je mag natuurlijk altijd abonneren. Dank je wel weer voor het kijken. Namaste.